Onbekenden hebben de oorlogsbegraafplaats aan het Nijmeegse Jonkerbos beklad. Er staan onder meer hakenkruizen, Oekraïense vlaggen en teksten als Fuck Poetin op zowel de toegangspoort als verschillende graven. Vandalen hebben dit in de nacht van dinsdag op woensdag gedaan. Voor bezoekers is inmiddels niets meer te zien. De politie heeft de begraafplaats afgesloten met schermen. Er hangen geen beveiligingscamera's op de begraafplaats, dus er zijn geen beelden van een mogelijke dader. Het schoonmaken zal een lastige klus worden. De bekladdingen staan op heel zachte en dus kwetsbare steen.